Hallo, dit is een video over het snelste schaakmat. Ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, we hebben daar wel een beetje de hulp van de tegenstander nodig, want ja, anders gaat het niet. Bij goed spel is het natuurlijk niet mogelijk. En welke koning wordt aan het mat gezet? De witte koning of de zwarte koning? Dat is maar de vraag. En het goede antwoord is dat we de witte koning mat gaan zetten in twee zetten. Daarvoor hebben we de eerste zet nodig, F3. Zwart speelt dan E5. En nu is er nog niks aan de hand. Maar ja, zoeken ze de slechtste zet van wit. Er is maar één zet die verliest voor wit. En dat is de zet G4. Een hele slechte zet, want dat laat mat in 1 toe. En dan heeft zwart nog maar, ja, heeft maar twee zetten gedaan. En het is al schaakmat. En de volgende zet is schaakmat. Dame H4. We hebben het narrenmat bereikt. Schaak. En het is schaakmat. Er kan niks tussen. De koning kan niet vluchten. En we kunnen de dame niet slaan. Het is schaakmat. Het kan, ja, je hebt nog een andere versie die daar heel erg op lijkt. Dan beginnen we met de zet F4, dat doet zwart E6. En ja, dezelfde vraag als net. Verzin de slechtste zet voor wit. En wederom, ja, is dat dezelfde zet. Want het blijft het narrenmat natuurlijk. Want dan komt dan weer dame H4. En het is weer schaakmat. De koning kan niet weg. Er kan niks tussen. En de dame kan niet geslagen worden. Tot zover deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.